Terwijl Jan Smit zich voorbereidde op een ontspannen gesprek met Humberto, nam de avond een onverwachte wending vol verrassingen voor de zanger. Plotseling verscheen zijn zoon Sen, die niet alleen de setting veranderde, maar ook een bijzondere verrassing in petto had voor zijn vader. Met een glimlach overhandigde Sen een schitterende Edison pop-œuvreprijs aan Jan, rechtstreeks uit de handen van zijn eigen zoon. Het moment was niet alleen een eerbetoon aan Jans indrukwekkende carrière, maar ook een intiem en emotioneel gebaar van waardering van zijn bloedeigen kind. De Edison Pop-Euvreprijs symboliseerde niet alleen artistieke excellentie, maar ook de onschatbare band tussen vader en zoon. Jan voelde zich niet alleen trots vanwege de erkenning van zijn levenslange toewijding aan de muziek, maar ook omdat deze eer hem werd toegekend door de persoon die hem het meest dierbaar is: zijn zoon. Terwijl de camera's flitsten en het publiek applaudisseerde, voelde Jan een golf van emoties over zich heen spoelen. Het moment werd een onuitwisbare herinnering, een mijlpaal in zijn leven waarin zijn artistieke nalatenschap en zijn rol als vader samensmolten tot iets buitengewoons. In zijn dankwoord benadrukte Jan niet alleen de waarde van artistieke passie, maar ook het belang van familie als de stuwende kracht achter zijn succes. Het was een avond waarop niet alleen de schijnwerpers op het podium schitterden, maar ook de liefde en verbondenheid die een familie bijeenhoudt. Na afloop van de ceremonie vierde Jan niet alleen zijn professionele triomf maar ook het feit dat zij zo'n deel uitmaakte van dit bijzondere moment. De Edison pop prijs zou voortaan niet alleen een prijs zijn die in de vitrine pronkt, maar ook een verhaal vertellen over generaties die elkaar inspireren en samen successen vieren.